Hallo mensen van mijn kanaal, we gaan vandaag weer eens verder met Uncharted. En we moesten een stealth-actie gaan doen, dus... We gaan eens kijken hoe we dit gaan oplossen. Hey, hier hebben we een trap, deze is me nooit opgevallen. Auw! The fuck! Fuck jullie dan! Mij een beetje gaan proberen. Oh, wat de. Yo! Oh shit! Oké, ik ben bijna dood, dus we wachten hier eventjes. Dat ging zeg maar niet zoals gepland. Oké, ik heb een plan. Boom, bitches! Oh shit. Dit is weer eens ouderwets hoe ik altijd in de problemen krijg. Oh, door geen kogels te hebben. Nice! Oh, hij is dood. Weet die dude daar nog? Nee, hij is dood. Indringer! Indringer! Oh nee, indringer. Oh shit, waar komen ze toch allemaal vandaan, joh? Holy shit, hè? Sully, doe je ding! Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, we hebben ook een shotgun. Nice! Voor het moment dat we hier zijn, is de shotgun wel tof. Zeg maar niet echt zoveel geweld hier nog liggen. Oh, naar elkaar. Is iedereen nou dood? Nee, nog niet. Waar was hij dan? Oh, hey daar. Moet nou de... Hè? Oh, fuck jou dan. Okay. Moet je die explosieven vinden en ze activeren. Vind de explosieven. Zie jij een explosie... Oh. Nee. Huh? Oh, daar. Hey. Daar is hij. Kijk, hé. Hey. Piep, 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 piep. We moeten nog 3 explosieven activeren. Allemaal binnen een tijd of is het gewoon zo van als ik zin heb? Zou hier er niet één moeten zitten, denk ik? Kijk, ja, ha, ik wist het. Hier zit er wel één. Kijk, soms hè, zit een bom in een hoek waar je het niet van verwacht. Ja, met 2 te gaan. Nee, we moeten die explosieven activeren, weet je nog? Ja, daar ben ik toch mee bezig, Sully. Oh, Jezus Christus, wil jij een zeikwijf? Hé, hey, nee, we moeten een bom activeren. Mooi, nog eentje en dan zijn we weg. Hé, hey, nee, we moeten een bom activeren. Hé, hey, nee, we moeten een... Hé, hey, nee, daar hou je bakken toch, Sully. Tip. Tip. Hé. Hey. Kom, een bom. Nee, hier ook niet. Gezondheid, ah dankjewel jongens, had niet hoeven. Hé, hey, wat hebben we hier? Hey Nate, we moeten de explosieven nog activeren. Ja. Oh daar, wauw, wie zit daar ook een bom neer? Vind je het gek dat ik hem zo niet kan vinden? Oké. Oké, okay. Dus dat doen wij door rechtdoor te gaan of gaan wij terug? Ik zeg rechtdoor. Ik heb mijn gevoelens hier goed bij. Kan er niet bij, kom hier, dan help ik je omhoog. Ja, sorry. Je mag weer alles, okay. Al het werk kom op, doen. Kom schoonheid, omhoog. Tali op, chop chop. Je hebt een lekker kontje, Sally. Bedankt.
Dankjewel, ik doe al het werk wel weer zelf. Geen moeite hoor. Jezus, dat was nogal een tsunami dat die schepen zo ver in het land liggen. Fuck jullie, vogels. Een auto. Zien we hier nog shiny things? Ze van oeh. Geen oeh. Ik denk de laatste keer dat ik hier namelijk ben, dus ik wil wel alle momentjes hebben gehad. Kunnen we in die tent? Nee, dat kunnen we niet eens. Oh ja, dat fuck jou dan, game. Omlaag, shit. De pomp is weer stuk. Die gaat constant kapot. Kom op, we maken hem gewoon, dan kunnen we hier weg. Kijk, geen wapens. Nou ja, niet allemaal. Waar wachten we nog op? We kunnen die gasten toch aan? Ik weet niet, Sally. Misschien... Ja! Oh, shit. Oh, de... Oh! Ja, nee, dit valt niet meer op. Eén, twee, drie. Oh, hier. Oh, jongen! Kung fu! Oh, gaan we zo doen, gaan we zo doen. Auw! Ik kung fu panda ben ik. Ik had wel wat hulp kunnen gebruiken. Ah, je deed het toch prima? Hier heb je er nog eentje. Sally! Sally, godverdomme klootzak die je bent. Oh shit! Frivoliteit, knul. Kom op, we moeten aan het werk. Jij moet aan het werk. Wat betekent frivoliteit? Fuck jou, silly, verrekte klootzak die je bent. Beetje. Vind je de kamp als die slang volgen? Je volgt altijd de slang. Oh. Net als in Montreal, hè? Dat kun je maar niet vergeten, hè? Hoofdstuk 4, de opgraving. Oh, dat is wel cool. Kunnen wij hier in? Nee, dat kunnen wij niet. We worden alleen maar nat. Ik wil rechts. Ik denk dat ik het kamp daar zie. Ik zie nog niks. We kunnen zoeken naar glinsterende dingetjes. Kun je die pomp gewoon niet kapot maken? Yeah, cutscene, sorry. Oké, klaar? Ja, stop. Even rustig aan. Drie maanden en je hebt nog niets gevonden. Wacht even. We hebben Ramadan. Dat is vast Lazarevich. Deze man heeft artefacten gestolen van terrein nummer 5. Wil je me hiervoor verraden? Nee, Zoran. Ik leg het uit. Nee, dat is niet nodig. Ik word omringd door verraders en idioten. Wat denk je? Zullen we ze dag eens echt verpesten? Doen we. Verspreiden! Zoek het terrein af! Nu! Kom op! We gaan! Ga er maar op af, joh. Ik blijf je hier dekken. Iemand heeft de sluipschuttersgeweer achtergelaten. Oppassen, Nate. Er zijn nog een paar bewakers in het kamp. Oké, Knul. Het is showtime. Het was niet genoeg voor deze zooi. Ah, kom niet. Ik ben jou geklaagd. Oh. Oh, hey, dit is wel een coole gun. Oh, eens kijken daar. Wow, what the fuck, man? Waarom dat gelijk schieten? Je bent toch helemaal nog niet gespot? Nee.
Blijf staan, blijf staan! Vriend, blijf toch eens staan, jongen! Kijk, hè, dat wou ik snel zeggen. Man, die Lazarevich is serieus bezig, Sally. Je zou het eens moeten zien. Hij heeft rapporten van alle expedities naar Shambhala. Het gaat terug tot de 17e eeuw. Zie je Marco Polo's dagboeken? Hier zijn ze. Schiet dan maar op, je hebt niet veel tijd. Ja, ja, ja. De eerzame pelgrim krijgt een gouden paspoort om obstakels te overwinnen op zijn reis naar Shambhala. Huh. Moet het iets betekenen? Geen idee. Wacht even, hier staat iets. Met veel spijt liet ik mijn medereizigers hun noodlot tegemoet gaan. Bezegeld door de verschrikkelijke lading, meegebracht uit Shambhala. Ze dachten dat die tsunami een soort van goddelijke straf was. Wacht eens even. Verdomme, Sally, die Chintamani-steen is hier niet. Wat? Luister maar, ik trotseer liever de woede van Kublai Khan zelf dan dat ik die Chintamani-steen uit de heilige schrijn weghaal. Marco Polo had de steen niet. En wat voor verschrikkelijke lading was het dan? Ik weet het niet. Maar als de steen niet hier is, waar is Lazarevich dan naar op zoek? Shambhala. Hier in Borneo? Dan is hij wel een beetje de weg kwijt, hè? Hij probeert vast het spoor van Marco Polo op te pikken. Terug naar Shambhala. Waarom? Omdat de steen daar nog ligt. Chloe, kun je praten? Momentje. Ja, zeg het maar. Hebben ze bij de opgraving een lichaam gevonden of andere resten? Nee, nu je het zegt, niet. Hoezo? Er waren meer dan 600 opvarenden, maar er zijn geen lijken. Is dat niet een beetje vreemd? Waar zijn ze dan gebleven? Waar zou jij heen gaan bij een tsunami? Naar een hoog punt. Bingo. We gaan naar die berg. Daar vinden we vast Marco's vriendjes. Chloe, kun je ons daar ontmoeten? Ik ben onderweg. Mooi. Uh-oh, Nate, je moet daar weg. Ik heb nog even nodig, Sally. Even is te lang, Nate. Ze zijn dood. Shit. Verspreiden. Blijf laag, nul. Ik dek je wel. Granaten. Jullie. Dat is nog eens anders. Oh! Wat? Oh! Oh, holy shit! Oké, hoe gaan we hier de fuck uit? Oh, dat was een mes! Zei ze nou, ze komen van links of ik moest links? Ik voel me in ieder geval met links wel een heel stuk veiliger. Snel ammo pakken. Zoek hem! Sully, geef me dekking nu! Ze komen door het midden. Oh shit, dit zijn best wel veel mensen. Bam! Ah! Yes, die was raak, nice. Ze komen van rechts. Is het misschien niet beter dat ik wegga, sorry? Want dit is zeg maar toch heel ons doel hiervan. Dat ik zeg maar vlucht en die niet hopeloos heen. Granaten. Pas op de flanken! Waar de fuck flanken ze? Pas op de flanken, ah, zeg gewoon ze flanken, ze flanken. Hé, hey, wat doe jij daar? Omvallen, komen ze. Ze komen dichterbij! Oké, dan komen wij ook dichterbij, jongen. Niemand stopt, Dre! Ik ben onsterfelijk, bitches!
Je hebt de eeuwige jungle. Zonder glinsterende dingen. We zijn er te veel! Ik zie ze toch niet! Sully, wat is deze? Sully? Sully, jongen! Sully, zijn niks meer, hij is dood! Jezus knul, wil je me soms dood hebben? Versterkingen! Waar dan? Blijf wel opletten, knul! Ik doe wat ik kan vanaf hier! Ga daar! Ah shit, ah shit! Hoe voelt dat aan? Oh, mijn aim is zo scheef. Oh shit, dit zijn inderdaad best wel veel. Nee! We doen dus even mooi niet, hè, wat ze daar aan het doen waren. Jij gaat gewoon dood. Shit! Help me, kill! What the fuck? Hoe moet ik die toren opblazen? Shit! Help me, kill! Ik moet die toren opblazen. Ik heb je, Sally. Ja, dat is makkelijk, ik zeg dat wel. Oh, 20 hits. Die heb ik nog een granaat. Nee, die heb ik niet. Shit! Waar liggen al die granaten nou? Fuck die spullen. Oh, wat? Oh, zo, oké. Yo, hoi, hoi! Nice! Sully, ik wil de fuck hier uitkomen. Ik heb het wel helemaal gehad voor vandaag. Het moet hier zijn. Wat moet hier zijn? Dat is ook wel tof om te weten, hè? Het moet hier zijn! Wat? Heb je nog een schat? Nee, geen schat? Ah. Is wel een ideale plek voor een schat. Als ik een schat zou zijn, zou ik hier willen liggen, echt. Zo echt zo'n ding van, ey, ik ben goed verstopt en niemand vindt mij. Nog steeds niks. Het is vandaag een schatloze dag. Wel heel veel geloop. Wow, Sully. Moet je die stenen zien? Ah, nou komen we te... Oh, ik had serieus eerder verwacht dat we hier dekking of zo. Geen schat? Oh, kut. Nee! Kut, sorry. Wat? Nee! Nou mensen, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering. Ik stop hier even de opnames. Kunnen we het zo noemen? Ja. Vergeet niet te liken, delen, noem maar op. Jullie kennen denk wel. Jullie zijn gewoon cool. Jullie zijn grap. Grappers. Ik moest in aflevering 3 was topcomment grabbers. Dus yo grabbers, jullie weten wat jullie moeten doen. En ik zie jullie later.